In deze video verkennen we een verlaten school met een directeurswoning op het platteland van België. Na het verkennen van het gebouw ontdekten we dat de school niet genoeg ruimte had voor alle leerlingen en moest uitbreiden naar extra lokalen in de directeurswoning. Een paar jaar later is de school verlaten, achtergelaten, vermoedelijk als gevolg van de krimp van het dorp. De uiteindelijke toekomst van dit prachtige gebouw blijft tot op de dag van vandaag onbekend. Yo beste kijkers en welkom bij alweer een nieuw avontuur van Lost Buildings. Vandaag bij een heel speciaal gebouw, een basisschool, zoals we het hier in België noemen, een lagere school. En we staan er een 20, 30 meter van af. We zijn hier bij de woning, vlak naast. Ik denk de woning van de directeur. Hiernaast zit de school zelf. Dus we gaan kijken wat we hier allemaal kunnen vinden. En hier in de serre? Ja. Hier de keuken. Misschien ook wel de keuken van de gehele school. Want de woning heeft twee keukens. Heel interessant. Ja, die zijn badkamers. Dit was dan een tussenkamer. Daar zit de badkamer. Schijnbaar alleen dat iets met spieren. Zou je even zien. Maar we kunnen hier ook nog naar boven. Stenen trap. Het is een lege kamer, maar wat zie je precies deden? Ik heb geen idee. Lijkt of dit gewoon bij de school betrokken was. Dit lijkt ook wat op een klaslokaal bijna. Als je kijkt naar de kasten. Mooie rode radiators. Ik dacht dat dit bij de school hoorde misschien. Dat zijn tot nu toe wel allemaal lege kamers. Lijkt een slaapkamer, het zou ook zo een lokaal geweest zijn. Ja, een echte school, daar moeten we nog in. Want die staat hier. Die kast. Kijk hier. Hier staat de school. Ja. Wil je hier nog naar boven? Ja, ik
veel verdiepings. Wat hebben we daar op al? Kelder. En een bijschijn. Zo. Dit is gewoon een woning waar heel veel. Ja. Dit is wel lekker vergeleken buiten. Lekker. Ja. Expansie is dat. Ja. Dit werd waarschijnlijk nog op kolen gestookt of iets. Ja, trouwens. Oh. Wat was dat grote groene ding daar dan? Of het werd gestopt op een. Ik weet op een diesel of iets van brandstof voor de kachel. Ik denk dat dat was. Ja, want dan werd het daar erin gedenkt. Ja. Dat ruikt ook naar. Ja, iets van een brandbare vloeistof. Schoolbord, hier leren ze dan op. Hier, schoolbord. Kijk, het plafond is half verrot. Het dak is half lek. Ja. Hier de ophanging van de verlichting. Dit was dan zeg maar de ruimte waar de kinderen zaten. Ja, dit is een leslokaal. We hebben nog niet alles gehad.
Of het dorp werd gewoon te klein. Of te veel mensen zijn uit het dorp gegaan. Ja, en dan later is het inderdaad, er waren er niet kinderen genoeg. Er is een tijd geweest dat er te veel kinderen waren. Oké, beste mensen, we hebben echt alles gehad. We hebben de directeurswoning plus de school gehad. Het was eigenlijk zo'n hele vette ervaring. Ook gewoon om eens een keer een verlaten school te zien. Want ik was gewoon best wel benieuwd hoe zagen de lagere scholen er nou uit van, nou ja, tientallen jaren terug. Nou mensen, we gaan terug naar de ingang. En we gaan gewoon weer via de trap terug naar de directeurswoning en dan via de directeurswoning weer naar de straat. Het was wel echt een super vette locatie. Gewoon om eens even een keer te zien te hebben. Yo beste kijkers, bedankt voor het kijken naar deze super vette aflevering van Lost Buildings. Dit keer waren we in een verlaten school met een directeurswoning. En het was echt heel mooi om te zien hoe die kinderen hier vroeger leerden en alles. Zien jullie bij de volgende. Je kijkt naar Lost Buildings.